Welkom bij de bijen bij Kebodak. Ja, het is verdorie mooi weer. Kunnen we eindelijk rustig even werken. En je ziet het, druk. Vorige keer spookt de honing eruit, joh. Snel een tweede kamer opgezet. Die gaan heel hard hier. Ik weet niet wat het te halen is, maar het is gigantisch. Dus we gaan eens even kijken in de kast. Ik hoop dat ik jullie mee kan laten kijken. Er staat een klein beetje wind, maar volgens mij moet het lukken. En ik heb geen idee wat ik ga aantreffen. Want ik moest steeds snelle controles doen. Dus het kan zijn zomaar dat we een hoop moeten doen. Kijk maar mee. We kijken hier in het volk, even in de honingkamer. En daar staat dus een tweede honingkamer op. Daaronder heb ik een nieuwe gezet. En kijk eens. Flink aan het verzegelen al. Zit hier al een raam half verzegeld volgens mij. Kijk, ze gaat de goede kant op. Dat betekent dat deze honing al redelijk snel straks klaar is. Dat zou fantastisch zijn. En zoals je ziet, de hele bak helemaal vol. Je ziet al de verzegeling komen. En ik kijk nog even bij die laatste. Dan weet ik eventjes hoe ver deze bak staat. Maar het lijkt erop dat in deze bak alles op het moment op basis van verzegeling zit. Dat betekent dat hier in dit voorjaar heel veel te halen was. Nou, hier zijn ze net aan begonnen, dus er wordt nog wat gevuld. Dus dan weet ik voldoende. Gaat in ieder geval heel mooi. We gaan even kijken hoe het eronder staat. Ik denk dat het daar nog beginnend is. Tenzij het echt van de week fantastisch was. Nou was het niet het beste weer. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat het meevalt. Het is wel heel zwaar, dat kan ik je wel zeggen. Even kijken of je het nog steeds kan zien. Ietsje zakken misschien, ja. Dus ik heb wat uitgebouwd raad en nieuw raad ertussen gezet, omdat het zo hard ging. Zodat ze even ook iets te doen hebben. Maar hier zijn ze alweer druk aan het vullen. Dat was het kijk, dit raam is al bijna uitgebouwd. Ze zijn heel goed bezig. Ook dit zijn ze al aan het vullen. Daar zijn ze aan het uitbouwen. En deze zijn ze ook aan het vullen. Vullen. En hier zijn ze aan het bouwen en vullen. Nou, dat ziet er goed uit. Dus iets meer, even een beetje rust, iets meer ruimte. Dat is heel fijn. En ik ga even de boel opzetten. Nou, wat is nu mijn doel? Ik kan nu eindelijk even kijken hoe ver de ruimte hier is en of er koninginnedoppen zijn. Dit zijn allemaal speeldopjes, dat betekent onbelegd. Dus geen eitjes. En hier zie ik nog even iets, even kijken hoor. Die is ook onbelegd. Mooi. Top. Ik zet, kijk heel even na. Hier een koningin zie. Dan zetten we die eventjes opzij. Zo. Het stukje groen hiervoor begint ook weer lekker te groeien. Altijd leuk. Zo'n stukje groen. Ik heb hier wat grotere doppen. Zijn nog niet gesloten. Maar wat ik al zei. Dus iedere keer steeds. Als het mooi weer was. Dan was ik hier niet. En als ik hier was. Was het vreselijk weer. Op ieder geval niet geschikt om uitgebreid in de kast te kijken. Het zou nu deze week eindelijk beter gaan, dus dat zou heel fijn zijn. Maar bijen zijn lekker rustig. Een mooi, rustig volk. En voor mij is het nu gewoon belangrijk even een goede uitgebreide check te doen. Ik zie larfjes, dus dat is fijn. Ik zet deze ook even opzij. Zo, even twee opzij. Met even iets meer ruimte om te werken. Nou, hier ziet het allemaal goed uit. We zien wat darren. De wat dikkere bijen zijn darren. En daar zijn werkers. De darren zijn er puur om een koningin te bevruchten. En de werkers, die doen al het werk. Dus de dames werken hard. En de heren wachten tot ze de koningin moeten bevruchten. En verder zijn ze puur voor de balans van het volk. Nee,
heel voorzichtig even met mijn achterkant van mijn tang, als het nodig is. Even schuif ik wat bijen opzij. Daar hebben ze niet zo heel veel last van hoor. En ook hier zien we mooi broed tussen de bijen. Ik wil even kijken of hier larfjes zitten. Hier zitten ook larfjes. Dus het is best wel volle bak. Dus die ruimte van die honingkamer was een slimme zet van me vorige week. Even een beetje ruimte maken hier. Even een dopje weghalen. Niet belegd kan worden. Hier een darredop die opengetrokken was. Waarschijnlijk nu met net met optillen. Dus die haal ik ook maar gelijk even weg. We gaan zo naar het midden toe, daar zal er waarschijnlijk ook meer activiteit zijn van larfjes. Het is hiervan nu prima. Dit loopt ook uit. Er is wat ruimte. Voer is duidelijk al naar boven gebracht. Er wordt hieronder niet zoveel meer voer opgeslagen. En dat is het doel van die hele honingkamer ook. Dat betekent dat we met honing afhalen echt moeten opletten dat we wel zorgen dat de voer achterblijft. Dus als we de honingkamer weghalen. Dat de bijen ook nog steeds voer hebben. Zeker als er periodes zijn waarbij de dracht minder is, waar de weersomstandigheden minder zijn, dan wordt er meer voer gebruikt. Dus zomaar een honingkamer weghalen is nooit goed. Nou, ook dit is prima. Ik zie larfjes, ik zie gesloten broed. Nog steeds volle bak. Er komen zo heel veel nieuwe bijen bij. En kijk eens hoe lekker rustig deze zijn. Mooie rustige lijn. Hoppa. Hier zien we ook weer gesloten broed. Ik zie hier, volgens mij lopen hier net heel wat bijen uit. Ze zijn aan het schoonmaken. Ik zie ook al eitjes. Hele kleine witte streepjes in een celletje. Is op de camera zo goed als niet mogelijk. Dan moet ik echt even een zoom opzetten. Ja, dat gaat niet zo even als ik bezig ben. Op internet kan je die plaatjes prachtig vinden hoor. Een ei in een cel. Koninginnen, eitje in een cel. En dan zie je een heel klein streepje. Het is belangrijk om te checken of het echt maar één streepje is. Dan weet je ook hoe het staat met de gezondheid. En er is hier nog ruimte om te leggen, want niet elk celletje heeft nog een eitje. Top. Dit zijn mijn nieuwe ramen die ik gebruik. Hele fijne, mooie nieuwe ramen die ook hygiënisch heel goed schoon te maken zijn. En dit zijn nog de oudere en daar ook nog houten ramen. Dus we hebben van alles wat. Wat op dat moment handig is. Hier ook weer heel veel broed. Ik zie hier ook nog weer even een beginnende dop. Die verstopt zit, die halen we even weg. En dat is echt een heel naar plekje. Als je niet goed oplet, had je deze niet gezien. Zo. Dus aan de eitjes te zien verwacht ik dat de koningin er gewoon is. Ik heb ze zelf nog niet gezien. Dat gebeurt ook regelmatig dat je er niet tegenkomt. Maar ik ben er niet altijd heel druk over. Ik wil alleen zien als ik bepaalde handelingen uitvoer waarbij ik bijen weghaal. Dan is het fijn om te weten of ik de koningin niet meeneem. Hier zijn ze een mooi raam aan het uitbouwen. Die heb ik ook nog even ingezet. Zodat ze even wat te doen hebben. En dat gaat goed. Dus dit raam is lekker aan het uitbouwen. Dus we hebben voldoende ruimte gegeven. Die paar doppen. Nou, die wijd ik op dit moment heel eventjes aan het koude weer. Hier is de jonge dame. Mooie koningin. Daar loopt de koningin. Gele stip. Het is prima bezig. Trek zich heel weinig aan van de doppen die opgetrokken waren. Heel goed. Nou, wat ik al zei, er is voldoende ruimte nog. Zeker ook met het koude weer hebben we goed die ruimte gegeven. En als het goed is, zal het nu met het warme weer, zullen de bijen overdag voornamelijk buiten zijn. Het is nu ook beduidend rustiger dan ik vorige keer was. Toen was het koud, dan zat iedereen gewoon binnen. Was er weinig aan het vliegen.
dat zijn altijd dingen die we doen. Ik ga even wat dingen verplaatsen. Dat betekent dat ik dit raam aan deze kant wil hebben. En dat ik bepaalde ramen in het midden wil hebben. Dat doe ik niet altijd, maar af en toe wil ik eventjes lopen voor. Het werken straks voor de koningin. Dat bepaalde nieuwe ramen in het midden zitten. Zodat ik de oude ramen gefaseerd wegwerk. Heel mooi, rustig volk. Even hier een paar bijtjes van de rand afhalen. Ik ga de honingkamers erop zetten en dan hoop ik jullie snel weer te zien. Bij Kevodak, de dakmakers, bij bijuren.nl.